Onze huisdieren hebben allemaal zo'n beetje hun eigen gewoontes. In dit verhaal had de kat een gewoonte om in de nacht naar de vader van het gezin te staren. Raar, hè? De vader vond het ook raar en hij kwam tot de ontdekking waarom de kat dit deed toen hij de beelden van de verborgen camera nakeek. Als je eventjes op ons kanaal abonneert en het belletje aanzet, dan zal ik je het verhaal uitgebreid vertellen. Daniel en zijn kat Muffins. Daniel wist altijd al dat zijn kat Muffins een rare kat was. Hij had Muffins van kleins af aan in huis genomen en de kat had zoals elk ander huisdier zijn eigen gewoontes. Maar één van zijn gewoontes was heel raar. Hij staarde de hele avond naar zijn baasje. Toen hij via nachtcamera eindelijk ontdekte waarom de kat de hele avond naar hem staarde, was hij erg verbaasd. Hij had de reden nooit kunnen raden. Muffins woonde al 4 jaar bij het gezin en hij voelde zich thuis. De kinderen van Daniel waren dol op de kat. De kinderen knuffelden graag met Muffins en sliepen ook af en toe met hem. Hij was deel van de familie geworden. Maar toen Daniel iets vreemds bij Muffins ontdekte, begon hij te twijfelen aan de kat. Het was een mooie vrijdagmiddag en Daniel was vrij die dag. Hij ging de stad in om enkele boodschappen te doen en keerde daarna weer huiswaarts. Toen hij thuis aankwam, zag hij Muffins in de tuin lopen. Muffins had iets in zijn bek. Wat denk je waar hij in zijn bek mee rondliep? Het bleek een muis te zijn en Daniel was opgelucht toen hij het doorhad. Het is natuurlijk normaal dat katten muizen vangen en juist goed. Bijna alle katten doen dat en de baasjes zijn er vaak blij mee. Daniel stoorde zich niet langer aan Muffins en liet hem zijn gang gaan. Hij liep langs Muffins het huis in en maakte zich niet langer druk om de kat. Hebben jullie ook een kat die goed muizen kan vangen? Dagen gingen voorbij en Daniel vergat de muizenvangst van Muffins. Maar elke avond had Daniel ademhalingsproblemen. Dit was niet nieuw, omdat hij als kind last van astma had gehad. Hij had daarom nog vaak last van ademhalingsproblemen en dat bleef hem ook bij. Als hij 's nachts niet goed kon ademen, dan werd hij hier soms zelfs wakker van. Hij zorgde ervoor dat hij zijn hele leven lang altijd een inhalator bij zich had. Hij had al vele artsen en specialisten bezocht, maar geen van hen kon hem echt helpen. Hij zou ermee moeten leren leven. En dat was niet altijd even makkelijk. Als kind kon hij bijvoorbeeld nooit meedoen aan hardloopwedstrijden. Hij mocht zich niet te veel inspannen en moest altijd op zijn ademhaling letten. Toen Daniel ouder werd, kon hij natuurlijk ook niet gaan roken. Ook moest hij ervoor zorgen dat hij niet onbewust met iemand anders aan het meeroken was, hoewel hij dat niet altijd kon voorkomen. De laatste tijd echter, vanaf het moment dat ze Muffins in huis hadden gehaald, werden de ademhalingsproblemen van Daniel erger. Denk je misschien dat Daniel allergisch is voor de kattenharen? Ook werd hij een keer vroeg in de ochtend wakker omdat hij het ontzettend benauwd had gekregen en moest hoesten. Zijn vrouw sliep als een roos naast hem en hij stond daarom even op om naar de keuken te gaan, zodat hij een glaasje water kon pakken. Toen hij de kamer wilde uitlopen, zag hij Muffins op een stoel zitten en vreemd naar hem staren. Wat was daar nou de bedoeling van? Daniel ging echter gewoon naar de keuken en liet Muffins achter. De volgende dag was hij eigenlijk al vergeten dat Muffins best raar had gedaan de vorige avond. Maar hij werd er al gauw weer aan herinnerd. Toen hij de volgende keer weer vroeg in de ochtend wakker werd, zat Muffins hem namelijk weer aan te staren. Hij zat opnieuw op de stoel en keek Daniel roerloos aan. Waarom deed Muffins zo vreemd? Muffins volgde hem met zijn ogen, waar hij ook naartoe ging. Hij liep toen naar Muffins toe en streelde hem. Hij vroeg hem wat hij zo vroeg al opdeed. Het gedrag van Muffins begon nu echt vreemd te worden. Daniel wilde hier eigenlijk best iets aan gaan doen. Toen Daniel de volgende ochtend aan het ontbijten was en Muffins in de armen van zijn dochter lag, terwijl ze naar de televisie keken, kreeg Daniel een raar gevoel in zijn maag. Hij dacht terug aan de afgelopen dagen en wist nog steeds niet waarom Muffins zo raar deed. Het vreemde gedrag van Muffins werd een gewoonte en Daniel voelde zich niet meer op zijn gemak. Hij vond het ook geen fijn idee dat de rare kat zo dicht bij zijn kinderen was. Doordat hij zo vaak last had van de ademhalingsproblemen, kon Daniel niet goed slapen en raakte hij snel geïrriteerd. Hij wilde graag een goede nachtrust en een verklaring voor het gedrag van Muffins. Plotseling kreeg hij een idee. Hij sprong van zijn stoel, pakte zijn autosleutels en portemonnee, groette zijn gezin en vertrok. Hij ging regelrecht naar de winkel. Blijf kijken als je wilt weten wat Daniel van plan was. Abonneer ook zeker op ons kanaal en zet het belletje aan voor nog meer spannende verhalen. In de winkel kocht Daniel een videocamera met een nachtzicht. Dit was precies wat hij nodig had om antwoord te krijgen op zijn vragen. Toen Daniel weer thuis aankwam, ging hij gelijk aan de slag. Hij zette de camera zorgvuldig achter een boek neer en was benieuwd wat dit zou opbrengen.
Toen het tijd werd om naar bed te gaan, legde hij de meisjes in bed en ging vervolgens naar zijn eigen kamer. Onderweg naar zijn kamer zag hij Muffins in de gang. De kat keek Daniel weer met zijn groene ogen aan en bleef gewoon in de gang rondhangen, alsof hij op een speciaal moment wachtte. Wel, als dat moment vanavond nog plaats zou vinden, dan had Daniel de volgende dag zijn antwoord al. Daniel maakte zich niet al te druk, omdat hij wist dat de camera hem uit zijn gepieker zou halen. Hij kuste zijn vrouw verontrusten en viel binnen korte tijd in slaap. Toen Daniel de volgende ochtend opstond, dacht hij meteen aan de verborgen camera. Wat zou de camera hebben vastgelegd? Wat was er die nacht gebeurd? Hij wilde dolgraag weten wat hij gefilmd had en of het effect zou hebben op zijn leven. Hij vreesde het ergste. Hij kon niet wachten en hij was ook een beetje zenuwachtig. Zouden deze beelden ervoor zorgen dat hij Muffins het huis uitzette? Wat denk jij? Daniel maakte zich zorgen om het antwoord. Hij hield wel van Muffins. De hele familie hield van Muffins. Hij zou het heel erg vinden als Muffins gevaarlijk bleek te zijn. Nadat hij zijn meisjes gegroet had, die dag naar voetbaltraining gingen, haastte hij zich naar de kamer en haalde de camera tevoorschijn. Muffins hield Daniel nog steeds in de gaten, maar Daniel dacht nu alleen aan de videobeelden. Hij sloot de kamerdeur zorgvuldig achter zich en haalde de geheugenkaart van de camera eruit. Hij schoof deze in zijn computer en opende het mapje met de videobeelden. Daniel was erg opgewonden. Hij dacht aan de antwoorden die hij zou krijgen. Hij hoopte echt dat hij wat te weten zou komen, omdat hij zich zo ongemakkelijk voelde. Hij zou nu eens en voor altijd weten wat zijn kat allemaal uitspookte 's nachts. In de eerste paar uur was er niets bijzonders te zien op de videobeeld. Hij zag zichzelf en zijn vrouw liggen slapen en af en toe bewegen in bed om de juiste slaappositie te vinden. Zou hij wel antwoord krijgen? Hij begon de moed al op te geven en spoelde stukjes van de video door, toen Muffins plotseling in beeld verscheen. Hij drukte versteld op pauze. Muffins zat aan het einde van het bed. Daniel speelde de video weer af om te zien wat Muffins zou doen. Hij was nu zo dicht bij de waarheid en hij zat op het puntje van zijn stoel. Op de camera liep Muffins langzaam naar Daniel toe en klom toen bovenop hem, terwijl Daniel diep in slaap was. Wat stelde dit voor? Wat was Muffins van plan te doen? Daniel kon zich niet voorstellen dat Muffins dit deed terwijl hij sliep. Muffins liep ondertussen steeds dichter bij het gezicht van Daniel. Daniel vreesde voor het ergste. Wat wilde Muffins van hem? Toen Muffins helemaal bij het gezicht van Daniel was, ging hij op zijn gemak op de neus en de mond van Daniel zitten. Hij bedekte het hele gezicht van zijn baasje en ging ontspannen languit liggen. Daniel wist niet wat hij zag en snapte alles opeens. Dit was de reden waarom hij het 's nachts zo benauwd had en soms hoestend wakker werd. De kat lag gewoon pal op zijn gezicht. Daniel was eigenlijk wel opgelucht dat dit de reden was. Hij zette de video op pauze en stond op. Op dat moment kroop Muffins de kamer binnen. Daniel keek hem aan en glimlachte. Dit moest hij zijn vrouw ook vertellen. Zijn griezelige gedachte verdween en de volgende ochtend vertelde hij zijn vrouw tijdens het ontbijten alles over de videobeelden en de slapeloze nachten. Ze schrok wel even, omdat ook zij dit niet verwacht had van hun onschuldige lieve Muffins. Maar ze was heel erg blij dat Daniel eindelijk antwoorden had en het lang niet zo erg was als dat hij had gedacht. Muffins was een rare kat, maar hij bedoelde alles goed. Hij wilde zijn mensen geen pijn doen, hij wilde juist zo dicht mogelijk bij ze zijn. Daniels vrouw vertelde Daniel dat dit de manier van Muffins was om zijn liefde te tonen. En Daniel was het met haar eens. Zijn zorgen waren achter de rug en hij voelde zich weer ontspannen. Maar als de uitkomst anders was geweest, wat zou hij dan doen? Zijn geliefde kat weggeven? Daniel wilde er niet aan denken en was al lang blij dat zijn kat heus niet zo'n slecht dier was. Hij zocht alleen maar naar wat warmte en liefde bij zijn baasje. Nadat Daniel het verhaal aan zijn vrouw verteld had, ging hij de ochtendkrant zitten lezen. Plotseling hoorde hij een bekend gekras en zonder te kijken wist hij al wie het was. Jij toch ook? Hij draaide zich om en zag niemand anders dan Muffins in de hoek van de kamer. Hij staarde weer naar Daniel en Daniel wist nu wel wat dit te betekenen had. Hij legde zijn krant neer en liep naar Muffins toe. Hij pakte hem op en nestelde hem op zijn borstkas, terwijl hij hem streelde. Muffins lag rustig en keek zijn baasje aan. Hij begon rustig te spinnen en Daniel begreep het helemaal. De kat lag op zijn favoriete plek. De plek waar hij stiekempjes elke avond lag en daarmee zijn baasje onbewust slapeloze nachten bezorgde. Zo zien we dat dieren er op hun eigen manier voor zorgen dat ze alles krijgen wat ze nodig hebben, ook al kunnen ze niet praten. Of het nou eten, drinken of liefde is, ze zorgen er altijd voor dat ze het krijgen en bedoelen het natuurlijk niet slecht met hun eigenaren. Like de video als je genoten hebt en abonneer op ons kanaal als jij je terug kunt vinden in de situatie van Daniel. Zet het belletje aan, zodat je leuke verhalen zoals deze nooit meer hoeft te missen. We zien je dan weer bij de volgende video.